Tim Kormans, je speelt 1-1 gelijk bij Jong FC Utrecht. Wat is het gevoel dat overheerst? Nou, toch jammer dat je, dat je hier niet wint. Maar ja, ik denk dat we gevochten hebben voor iedere meter. En ja, uiteindelijk denk ik dat 1-1 over beide helften terecht uitslag is. Hoe komt het dat het uiteindelijk moeizaam gaat bij Dordrecht? Ja, we zijn een team in opbouw en ik denk dat je dat, dat, je dat kan zien. En ja, ik denk als wij zo blijven knokken voor iedere meter, dat we dan vanzelf wel wat beter worden. Is het ook lekker hè, voor jou als keeper? Hè? Je krijgt helemaal niet zo heel veel te doen in deze wedstrijd, dat je je toch nog even kan onderscheiden. Ja, dat is toch wel lekker inderdaad. Inderdaad wat je zegt, ik heb niet heel veel te doen gehad. Maar lekkere balletjes een paar nog gepakt, de tweede helft vooral. Kan je die penalty eens eventjes omschrijven? Ja, hij legt hem op de stip en ik pak hem. Was het een strafschop überhaupt? Dat was twijfelachtig, denk ik. Maar, ja, ik weet het niet, ik kon het niet heel goed zien, maar volgens mij stopt hij, waardoor onze verdediger over hem heen valt eigenlijk. Dus ik denk niet dat het echt een heel terechte penalty was, maar goed. Uiteindelijk is het dan wel lekker dat jij de goede hoek in gaat, hè? Ja, dat is zeker wel lekker. Ja. Ik had het gevoel dat Amavor vlak daarvoor nog iets tegen je zei. Nee, dat was niet waar. Hij zei gewoon van kom op. En, dat pak die penalty. Ja, precies. Ja. Precies. Dat is toch ook wel lekker dat als die druk dan wordt neergelegd dat je het ook doet. Ja, precies. Dat is zo. Nu deze wedstrijd 1-1. Ik kan me voorstellen dat het ook wel teleurstellend uiteindelijk is voor Dordrecht. Dat je hier toch al voor meer naartoe was gegaan. Ja, je komt natuurlijk iedere wedstrijd om te winnen. Dat is wel een cliché natuurlijk. Maar nee, het is jammer dat we hier geen 3 punten vandaan hadden. Ik denk dat we nog dichtbij zijn met die kans van Jaffa. Maar... ja, uiteindelijk denk ik dat we tevreden moeten zijn met 1-1 en vooruit moeten kijken en weer verder gaan bouwen. 2 keer 1-1 geworden nu, vrijdag tegen Cambuur. Voorspellingje? Ja, 1-1 misschien. Nee, thuis voor eigen publiek gaan we gewoon weer vol voor de winst. Dus we gaan het allemaal zien. Succes. Dankjewel.